Om te zorgen dat mensen zich ook daadwerkelijk kunnen aanmelden uh, voor je onthullingsaanbod of je lead magnet of voor je nieuwsbrief, wat dan ook, heb je natuurlijk ook een formulier nodig. En uh, nu moet ik er eerlijk bij zeggen dat zelf uh, gebruik ik de standaardformulieren van Active Campaign momenteel niet. Dat zou eventueel kunnen veranderen in de toekomst. Uh, ik gebruik zelf uh, Thrive Leads uh, en dat is een WordPress-plugin die je uh, zoveel meer opties en zoveel meer vrijheden geeft. Eigenlijk uh, die raad ik je absoluut aan. Om te gebruiken als je zelf ook uh, WordPress gebruikt. Maar je kan simpelweg ook de standaard ingebakken formulieren gebruiken van Active Campaign. En wat je dan simpelweg doet is je gaat naar het kopje Formulieren. Waar je simpelweg in een scherm komt waar je formulieren aan kunt maken. En je ziet in mijn geval, je ziet hier wat voorbeeldjes staan van mijn testaccount. Maar je drukt vervolgens op Nieuw vorm. En dan zie je een uh, optie voor het invullen en het kiezen van een vormstijl, et cetera. Nou, um, film maar dit even. In dit geval testformulier in. En je ziet al um, dat in uh, mijn testaccountje, dat hier uh, kan ik alleen kiezen uit een inline formulier. En wanneer ik andere formulieren wil hebben, heb je alleen maar in, je, in de plus en enterprise uh, accounts. Um, dus afhankelijk van het type account dat je hebt, uh, kun je of alleen deze gebruiken of ook andere. Uh, goed, uh, een ander best wel handig iets wat je kunt doen uh, is... Um, Verschillende acties meegeven. Dus een, een eerste actie die je ongetwijfeld zou willen doen is iemand aanmelden op je lijst. Dus zoals we eerder hadden we een hoofdlijst aangemaakt en daar willen we iemand simpelweg aan toevoegen. Maar een andere actie die we zouden kunnen toevoegen is bijvoorbeeld ook uh, dat we iets direct een tag meegeven. Dus bijvoorbeeld uh, als we een uh, interesse uh, en dan uh, onderwerp a. Ik, ik noem maar wat. Uh, dus stel bijvoorbeeld dat je uh, verschillende uh, onthullingsaanbiedingen of lead magnets gebruikt. Dan zou je bij wijze van spreken een formulier uh, voor elk kunnen maken natuurlijk. En uh, waar je misschien op verschillende interessegebied mensen meteen een tag meegeeft, zodat je uh, in het systeem mensen kan segmenteren op basis van interesse, et cetera. Dat is gewoon een simpel iets wat je eventueel zou kunnen doen. Nou, Laten we dat in dit geval eventjes doen en dan maken we simpelweg het formulier aan. En dan brengt hij meteen naar eigenlijk de formulierbouwer. Uh, waar je het formulier een beetje kunt opmaken. Nou, ik ga daar niet helemaal doorheen. Je kunt hier verschillende stijlen uh, aangeven. Of je, je kan het formulier een beetje bij uh, aanpassen. Je kan dingen um, hierheen en weer slepen. Uh, nou ja, ik raad je, mocht je dit willen gebruiken, raad ik je uiteraard aan om het even aan te passen, zodat het ook uh, daadwerkelijk uh, werkt. En, en uh, vertaald is naar hoe je het graag wil hebben. Uh, iets anders wat misschien wel handig is om even mee te geven, een van de eerste dingen die je misschien weg zou willen hebben, uh, indien je dit gebruikt, is Marketing by Active Campaign, uiteraard. En wat je dan simpelweg doet, is als ik het goed heb, laten we even kijken hoor. Ja, hier, uh, onder het kopje Style, uh, wanneer je naar rechts gaat en je scrolt wat naar onder, dan kun je hier het kopje Miscellaneous en daar zie je AC Branding en dat kun je uitzetten waardoor dat meteen verdwijnt. Um, goed, dus je, je kan hier um, eventueel wat velden vinden onder het kopje standaard. Uh, die kun je hierheen slepen. Uh, je kunt ook een afbeelding toevoegen, mocht je dat willen. Ik ga dat nu eventjes niet doen, maar uh, dan kun je het in ieder geval zien. Um, goed, dit is dus eigenlijk best wel een handige manier om gewoon een formulier te maken. En vervolgens druk je, als je klaar bent met het, uh, druk je op integrate. En dan zie je eigenlijk verschillende opties voor je wat je eigenlijk waar je het formulier kan. Uh, nou ja, in kan embedden of mee kunt integreren, om het zo maar te zeggen. En je ziet hierboven, dit is eigenlijk een beetje de, de simpelste manier om te embedden. Deze kun je over het algemeen uh, ergens op je website in je HTML-code plakken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor dit. Dit is een uh, volledige embed, alleen het is iets uh, groter. Uh, een andere manier, een mogelijkheid heb je, is om, om een link op te nemen. Dus uh, ik weet niet. Uh, als ik deze nu momenteel. Grr. Hierheen doe of die hem al meteen pakt, of dat hij nog niet. Ja, kijk hier. Dan kan je iemand eigenlijk ook rechtstreeks op die manier gewoon simpelweg naar het formulier sturen. Dat is natuurlijk ook een uh, eventueel een uh, goede optie. Nou, hier zie je al uh, dat je een, um, ook uh, via WordPress uh, kan integreren. En daar heb je simpelweg een plugin nodig. Uh, als je hier uh, op klikt, dan uh, download je ook de plugin. En een andere mogelijkheid is om het uh, in Facebook te integreren. Uh, nogmaals, ik ga er niet allemaal helemaal uitgebreid op in nu, maar er zijn eigenlijk manieren om in een Facebook tab, om eigenlijk ook een formulier uh, in te op te nemen, mocht je dat uh, willen doen. Maar goed, dat zijn in ieder geval manieren om uh, waar je eigenlijk een vorm kunt integreren. En hoe je hem simpelweg kunt maken. En als je klaar bent, druk je hier natuurlijk weer op Save en Exit. En dan zie je hem hier uh, tussen hier bij testformulier staan. Maar dat is heel simpelweg hoe je een formulier kunt maken en uh, kunt gebruiken. Zodat je ook daadwerkelijk uh, e-mailadressen kunt verzamelen. Uh, nogmaals, uh, zelf gebruik ik dit vrijwel nooit. Uh, ik ben zelf meer fan van uh, de plugins als Drive uh, Leads etc. Maar goed, uh, dit is in ieder geval een manier om het te doen.